Je weet dat je buiten bent en dat je in het bos bent, maar je weet niet wie er om je heen zijn en wat er gebeurt. Dus het is ineens iets heel anders wat je gewend bent. Het Pixie-project is een kunstwerk met een belevingsroute erbij. Wat je dus 's avonds kan aanschouwen. En de flonkeringen van de Pixies, want dat zijn het echt, die trekken je mee het bos in. En dat is een hele bijzondere ervaring. Eigenlijk begeleidt de Pixie jou mee het bos in. Een installatie waar ongeveer meerdere honderden Pixies bij elkaar zijn. En de Pixie als een soort van zwerm, als een digitaal organisme zich door het bos heen beweegt. Ja, ik vind het een heel bijzonder iets eigenlijk. Ik wist niet dat je dit zomaar zo kon maken in een bos. Nou, ik wist niet wat ik eerst kon verwachten. Ik dacht dat er echt iets met personen ook zou gebeuren. En uiteindelijk gingen we lopen en ik zag dus allemaal lichtjes. En ik vind het wel heel erg grappig eigenlijk. Zij had een Halloween toch verwacht. Zij dacht dat er nog wat dingen gingen gebeuren onderweg. Ja, net ook als het kerst was. Net echt kerst.